kijkt u even mee naar het grote scherm. Daar ziet u de tussenstand bij het koppelstoten na 4 pogingen. Leidster in de wedstrijd is nog altijd Jorinde van Klinken met die 18,97 meter. Tweede staat Alida van Dalen van de PAC uit Rotterdam. Zij verbeterde zich in haar 4e poging naar een afstand van 15,28 meter. En derde in de tussenstand Jenny Chendo van Utrecht met 13,88 meter. Nog één ronde te gaan met de bel voor deze finale 800 meter. Aan de leiding de mannen van Attila, Rick van Riel, gevolgd door de mannen van Kastrikum, Timo Steging en op de derde plaats van Atledo, Jelle de Roon. Is nu Joe Lobles in het paars, die begint op te schuiven nu naar de tweede plaats. En we zijn in de volle finale tempoversnelling van Joe Lobles. Het is met samen met Rick van Riel in het tenue van Attila. En ook de man Najib Hassan die zich mengt in de strijd. Wie wordt hier de nieuwe Nederlandse kampioen 800 meter bij de USB? Het wordt Joe Lobles! Ja. 1:56.97, de nieuwe tijd voor Joe.